Welkom bij week 3 van de Knipste Naaiwedstrijd. Deze week staat op het programma Sweet Romance. Sweet Romance, daar versta je stoffen onder van bloemenprinten, pastelkleuren, zachte kleuren. Ik ben eigenlijk niet zo van de bloemen en ook niet van de zachte kleuren. Ik hou eigenlijk meer van de wat fellere kleuren. Dus ik ga voor een spijkerstof. Het is een hele soepele spijkerstof met een beetje stretch erin. In het roze. Dat roze dat komt uit deze stof. Dit is een tricot stof. En de bloemetjes die hebben de kleur van de stof. Zoals je kan zien. Dan ga ik samen met Kant werken. Ik heb gekozen voor de jurk uit de maart 2016. Dat is deze jurk. Hij heeft een soort pofmouwtjes en een opstaand kraag. Heel korte jurk, maar het kraagje laat ik weg. En ik maak er gewoon een standaard V van. De achterkant, daar doe ik ook een V in. En ik zet er een lange rok onder. Een lange wijenrok. Dat je toch meer dat zwierige effect krijgt. En ik ga werken met Kant. Om Kant te kunnen rimpelen, stik je dat op de grootste steek. Meestal is dat steek 6 op de naaimachine. En als je dan aan één zo'n draadje trekt, dan kan je, zoals je kan zien, je kant gaan rimpelen of je stof. En je kan hem dan zo grof, zo fijn rimpelen of wat grover, zoals dat precies uitkomt. Daar ga ik dus mee werken. Nou, ik ga even verder, want ik ben nu de naad ben ik plat aan het rijgen. Omdat er komt nog een voering in en die moet hier precies aan de andere kant dus tegenaan komen. En ik weer even. Ik ben bezig met de mouw aan het inzetten. En zoals je bij deze kan zien, is de bovenkant van de mouw geplooid. En dat doe je door hier een stiksteekje te geven op de grootste stand van je naaimachine. Meestal is dat 6. En dan pak je draadje beet en dan kan je hem zo voorzichtig plooien. Totdat je dus de juiste formaat hebt. En dan ga je hem zo, kijk, en dan als je hem zo erin gaat doen, zo, kan zien, kijk, dan krijg je die plooien. Dat zet je dan vast eerst met een speldje. Ik zal het even zo doen. Zo. Ik meet wel altijd precies af waar die tussen moet. Anders dan. En dan ga je dit stikken. En dan als je hem dan terugvouwt. En dan heb je dus een goed geplooide mouw. En omdat dit spul doorschijnend is, zoals je kan zien, heb ik de naad, dus de lelijke kant, naar binnen gestikt. Zoals de mouw dan valt, dan zie je niet de afwerking. En omdat het kantje eroverheen valt, krijg je dus een hele mooie vallende mouw. Nou, ik ga eventjes nog verder. Ik moet de blinde rits er nog inzetten aan de achterkant. Ik moet de rok er nog aanzetten.
En dan begint het wat te rollen. Hij is af. Een lange wijde rok. Blinde rits. Niet helemaal blind. Met een trekketje in het zilver. Wel een leuk accent op de rug. Wil je zien hoe deze jurk mij in het echt staat? Kijk dan op de knipmode en zie daar de resultaten. En ik zou het leuk vinden als je op mij gaat stemmen. Doeg!